Hoi en wat super leuk dat je bekijkt naar een nieuwe aflevering bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En ik zag deze potjes bij de groothandel en ik moest ze hebben. Ze zijn zo ontzettend leuk. Daar gaan we echt een mooi bloemstukje weer maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb dus deze prachtige potjes gekocht. En ze zijn echt heel leuk. Kijk, de bovenkant vind ik ook echt heel leuk. En ze staan ook ietsje schuin, heel ietsje. Omdat ze handgemaakt zijn. Kijk hoe leuk dat effect nu al is. Daar gaan we een mooi bloemstukje op maken. We gaan er eerst even wat plastic in doen. Je kan ook een boterhamzakje of iets gebruiken. Ja, van diepvrieszakjes zijn wat beter waterdicht. En daar doen we dan het steekschuim in. En dan gaan we beginnen met het steken van de bloemen. Mocht je het nou graag zelf willen maken. Ik verzend dus wel heel Nederland, België en Duitsland de pakketten. Ook de verse bloemen. Dus dan kan je ze gewoon bestellen. Ik doe een klein stukje boven het potje, snij ik het af en het plastic kan je er even induwen of je kan het afsnijden wat je zelf prettiger vindt. Zodat je het niet meer ziet, maar het wel waterdicht is. En dit snij ik dan ook nog eens schuin af, want dan kan je gewoon makkelijker wegsteken. En dat doe ik ook met het andere potje. Het is een beperkte voorraad, dus wil je hem niet missen, wees er dan snel bij. Op het op. En dan gaan we beginnen. Ik zet hem op een mooi dienblaadje. Ik begin even met de basis van eucalyptus. Ik steek dat er mooi compact in. Je kan de hele tak van de eucalyptus gebruiken, maar knip dan net of snij net boven het blaadje af. Dan kan je de hele tak gebruiken. Dan gaan we verder met de bloemen en ik steek alles mooi compact op. Ik zorg dat ik alles goed schuin aansnij. Dan splits ik nog eventjes een grasje. Kan je echt in delen gebruiken.
dit bloemenstuk is natuurlijk echt prachtig om ook zo enkel op tafel of ergens neer te zetten. Is ook heel erg mooi. Ik zal beide op de website zetten, zodat je zelf kan kiezen of je hem compleet met als pakketje wil bestellen. Of ja, zoals DIY pakket. Dat kan ook. Maar wat we nou gaan doen is, we hebben hem helemaal mooi opgevuld. We gaan hem eventjes met elkaar verbinden. Ik vind dat namelijk altijd een heel mooi effect geven. Je steekt hem in één potje in en dan daarna weer in het andere potje. Zodat je ja, de bloemstukjes van de bloemstukjes echt één maakt. En het bloemstukje wordt er ook gelijk heel luxe door. Prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. Leuke kleurcombinatie, lekker vrolijk. Maar je kan het natuurlijk in elke kleur maken die je maar zelf wenst. En dit doe ik ook nog eens met de zuiderwindlelie. Die steekt er wat langer in en laat ik dan naar de andere kant lopen. En ik doe hetzelfde vanaf de andere kant. En dan zet ik het eventjes vast met een krammetje. Of een ijzerdraadje kan ook. Ja, echt prachtig is dit toch? Buig even een ijzerdraadje. Dan heb je hem iets langer. En dan heb je een geweldig mooi bloemstuk. Je kan onderop nog mos doen. Je kan het versieren met schelpjes. Je kan er van alles op doen. Maar ik vind hem zo echt prachtig mooi. Dus ik laat hem zo. Ook omdat die potjes gewoon echt al heel mooi zijn. En het zo heel sierlijk is. En dan hebben we weer echt een toppetje van een bloemstuk. Heel erg luxe en mooi. Ik zal zorgen dat de potjes ook los als DIY pakket op de webshop komen. Dan kan je eventueel kiezen, wil je een budget bloemstukje, dan kan je daarvoor kiezen. Of je maakt het natuurlijk gewoon zo compleet, is ook echt geweldig. Ik verwacht ook dat het wel mooi kan indrogen. Dus ja, gewoon echt een heel mooi bloemstuk. Wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnabloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram, dan mis je niks. En dan zie je me de volgende keer weer.